Yo, gasten, het is zondag, dus het is tijd voor een banjo-movie. Zoals jullie weten kwam afgelopen week mijn allereerste boek 1001 Smoesjes uit. Geloof het of niet, maar jullie hebben zo vaak het boek besteld dat op de dag dat het boek uitkwam, dat er eigenlijk al direct was uitverkocht. En dat zorgde ervoor dat op de dag dat het boek uitkwam, dat we direct de tweede druk van het boek konden aankondigen. De tweede druk werd dus al aangekondigd op de dag dat het boek uitkwam. Fucking ziek! Bol.com heeft zelfs een paar bestellingen moeten annuleren, dus we hebben wel dat systeem van Bol.com... Dankjewel. En heel eerlijk, op het moment dat ik zie dat Bol.com mijn boeken niet meer kan leveren, dan voelt dat ongelooflijk dubbel. Eén woord krijgt op dat moment in één keer 1000 betekenissen. Aan de ene kant was ik heel enthousiast omdat mijn boeken uitverkocht zijn. Oh, fuck! Yes! Maar aan de andere kant was ik ook direct boos omdat mijn boeken uitverkocht zijn. Oh, fuck. Oh, fuck, fuck. En omdat mijn boeken uitverkocht waren, bracht dat ook heel veel stress met zich mee. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Totdat alle boeken weer aangeleverd waren en dan ben je weer in één keer heel chill. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, fucking, fucking, fuck, fuck, fuck. Oh, heerlijk. En zo zie je maar weer hoeveel betekenis het woordje fuck wel niet kan hebben. Maar jongens, ik heb het boek hier nu natuurlijk en eindelijk kan ik... 1 seconde. Ha, jongens, daar ben ik weer. In ieder geval, het boek is dus binnen en het ziet er zo ongelooflijk cool uit. Je ziet het ook, het zijn echt 160 pagina's. En je krijgt zo ongelooflijk veel smoesjes. Ik probeer nu in spiegelbeeld heel veel te laten zien van het boek en dat is nog best moeilijk. Kutzooi. In ieder geval jongens, waren er dus heel veel mensen die het boek al hebben gekocht. Dat kan je hier zien. En ik vind het zo cool dat er eindelijk iets is van Banjo Movies wat jij nu thuis kan hebben liggen voor maar 10 euro. Heb je echt, echt een boek. En ik ben hier zelf ook wel verbaasd over dat het echt, echt zo'n boek is. Het is gewoon een boek. Het is een boek. Oh. En het succes van jullie en Banjo Legioen met het boek gaat zo ongelooflijk ver dat hij nu zelfs in de winkels ligt. Ja, in de winkels. Het boek ligt bijvoorbeeld bij de ACO. Op alle stations ligt hij in de winkel. En hij ligt zelfs in de stad bij de Bruna. En dat de Bruna bij mijn boek het bordje tip heeft neergezet, ja, dat maakt het voor mij helemaal compleet. En als mijn boek in de winkel ligt, wie ben ik dan om mijn eigen boek niet te gaan kopen? Dus ja, dat heb ik ook maar even gedaan. Je pakt het boek in de winkel, je loopt naar de kassa. En in mijn geval herkende de kassamedewerker mij. En sowieso een knappe jongen op de koffer doet het altijd. Ja, dat werkte, hè? Dat zijn de verkoopcijfers, die knappe jongen. Hey, dankjewel, jongen. Yes, yes. Vervolgens betaal je het boek, je gaat naar buiten, naar een vuilnisbak en je flikkert hem weg. Grapje, grapje, grapje. En geloof mij, 1001 Smoesjes ligt dus door alle Bruna's en alle ACO's door Nederland heen. En hij ligt zelfs bij sommige winkels op de bestseller plak. Oh mijn god, ga ik dan nu nog een keer een bestseller krijgen in mijn leven? Nou, dan zou ik echt helemaal gek worden. In ieder geval is hij bij Bol.com nu nog uitverkocht. En dat vond ik nogal raar. Dus ik dacht bij mezelf, waarom ga ik dan niet gewoon de drukkerij opzoeken? Want daar worden de boeken gedrukt. Oké, en dan zou hij hier ergens moeten zitten. Oh! Nee, daar ga ik niet naar binnen. Dat is me veel te lang wachten. Daar hebben ze echt een drukkerij. Wat een flauwe kutgrap was dat. Maar dankzij de drukkerij snap ik wel dat je moet wachten voor 1001 Smoesjes. Want het zit ook in de naam. Drukkerij. Dan moet je lang in de rij. Ik doe het gewoon weer. Oh shit. Maar wacht even, zou er niet gewoon een tweede reden kunnen zijn dat 1001 Smoesjes heel succesvol is en niet meer te verkrijgen / uitverkocht overal? Dat zou best wel kunnen, want denk even met me mee. We hebben namelijk een drukkerij. En waar op aarde hebben ze nog meer een drukkerij? Nou, een drukkerij die staat altijd bij de Apple Store. Bij de Apple Store staat een drukkerij en een appel. Adam en Eva aten een appel. Adam en Eva komen uit de Bijbel. De Bijbel is het meest gelezen boek op aarde. De aarde is rond. Rond is pizza. Pizza is Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Dat zijn de vier. 1001 Smoesjes heeft 4 cijfers. 4 cijfers is een code. Een code is een geheim. Geheim is Illuminati. 1001 Smoesjes is Illuminati confirmed. Ik denk dat heel veel mensen het heel fijn zouden vinden als nu weer een stukje komt in de video wat wel ergens over gaat. Mocht jij nu ook een exemplaar van 1001 Smoesjes willen winnen, geef deze video dan een blauw duimpje omhoog. En deel deze video via Twitter, Facebook, Instagram of wat dan ook. Met de hashtag 1001 Smoesjes. Zodat ik kan vinden dat jij het hebt gedeeld. En mocht jij nog op de valreep een van de boeken willen kopen, wees er snel bij, want de tweede oplage komt uit op 18 december. Je kan het boek reserveren bij bol.com, linkje in de beschrijving, of
Je kan naar de Aco en de Bruna gaan in de stad om hem te kopen in de winkel. Holy fuck, dat is gruwelijk. En als laatste komt er woensdag om 4 uur een nieuwe serie op Banjo Movies over de smoesjes. Het is niet meer de oude vertrouwde verse 50, maar smoesjes in een nieuw jasje. En ik denk echt dat jullie dat geweldig gaan vinden. Woensdag om 4 uur op Banjo Movies. En nogmaals, wil jij een boek, wees er dan heel snel bij. Want anders kan het zomaar zijn dat de derde oplaag of wat dan ook pas komt in 2015. En dan kan je echt weken wachten op de duisternis smoesjes. Dus beter te vroeg dan te laat. En ik besef me ook, het zou ook hilarisch zijn als ik een bestseller ga krijgen als boek. Wie had dat nou verwacht, dat ik een auteur zou worden met een boek op de bestsellerplank. Jongens, echt waar, dit komt allemaal door jullie en jullie hebben echt mijn hele week gemaakt. Ik ben de hele week aan het stuiteren en dankjewel voor alles. Ik ben zo enthousiast en ik kan niet wachten om jullie weer een keer te ontmoeten met alle boeken bij elkaar te zien. Ah, wat heb ik daar zin in. Jongens, bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Bye.